Na een maand vol herdenkingen en het bombardement op Nijmegen wordt deze donderdagochtend afgesloten met het samenstellen van een tijdscapsule. In een speciale metalen box worden allerlei herinneringen geplaatst aan het Nijmegen van nu. Pas over 45 jaar, wanneer het bombardement 125 jaar geleden is, zal deze doos aan herinneringen weer worden geopend. De tijdcapsule is een capsule waarin we Nijmegenaren jong en oud gevraagd hebben om hun dromen in te stoppen, hun verhalen over de toekomst. Hij wordt over 45 jaar geopend en is het 125 jaar na het bombardement op Nijmegen. De stalen deus die we gemaakt hebben die over 45 jaar weer geopend gaat worden. Er komen allemaal verhalen in die vanuit nu komen. We hebben een bijzondere maand februari achter de rug, 80 jaar herdenking van het bombardement. En die tijdcapsule is eigenlijk een hoopvolle afsluiting voor wat natuurlijk een vreselijk traumatische gebeurtenis is geweest voor de geschiedenis van de stad en voor al die mensen die het toen hebben meegemaakt. Met deze tijdcapsule krijgt het herdenken van het bombardement op de stad een positief einde. De doden van het bombardement van 22 februari 1944, die hadden ook allemaal dromen. De dag ervoor, die hadden hoop. De een wilde wielrenner worden, de ander wilde dierenverzorger worden, de ander wilde gaan trouwen. Ja, dat moet je herinneren. Je moet niet alleen de namen herinneren, maar ook hun dromen. Want de dromen is hoop voor de toekomst. En met die tijdcapsule kijk je ook vooruit. Dan durf je te spreken over de hoop en de wensen voor een betere toekomst. Ouderen en jongeren die mee doen. Dus we begonnen eigenlijk 1 februari met tal van herdenkingen. Triest, dramatisch, zwaar. En we eindigen nu toch met een hoopvolle toekomst. En dat is denk ik wat we als mensen en ook als Nijmegenaren altijd nodig hebben. Hoe zwaar het ook is, je moet ook vooruit willen kijken en het positieve willen zien. De tijdcapsule gaat pas over 45 jaar weer open. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? Dat we elkaar nog steeds opzoeken, dat we nog steeds dingen organiseren, de hand vasthouden waar we Nijmegen goed zijn. Maar ook dat ik hoop dat we niet helemaal overgeleverd worden aan de machines. Want dat is iets wat ik persoonlijk misschien nog veel groter betekenis vind dan andere dingen die op de wereldbol spelen. Die overname door artificial intelligence, kunstmatige intelligentie en de invloed van computers en machines. Opvallend veel jonge kinderen hopen dat NEC een keer kampioen wordt. Nou, wat is nu mooier dan net, ik heb er een krant in gestopt waarin staat NEC gaat naar die finale in de Kuip. Nou, in 2069 zien ze dat NEC naar de finale in de Kuip ging. Wat ze nog niet weten dat ze daar gaan winnen. Maar dat vertellen we ze later.